Sint Maartensdijk krijgt een eiland pal tegen het dorp aan. Op het eiland komen ruim 50 woningen. Het water rond het eiland komt uit natuurgebied de Pluimpot, dat daarvoor wordt doorgetrokken tot in het dorp. Ron van der Graaf van de dorpstafel is enthousiast. Schitterend voor het dorp. Heel nieuwe ontwikkeling die weer aantrekkingskracht op het dorp zal vergroten. Het eiland wordt de verbinding tussen het huidige dorp en een nieuwe wijk in de Geertruidenpolder met nog eens 200 huizen. Dat belooft wat voor Sint Maartensdijk. Je gaat meer mensen aantrekken, dus normaal gesproken zou je dus een goede stijging krijgen van het inwonersaantal, waardoor er weer andere activiteiten en ontwikkelingen ook kunnen plaatsvinden. Ik denk bijvoorbeeld het openen van winkels. Nu is de kern van het dorp een kleine 3500 inwoners. Scherpenis is ongeveer 1700 inwoners. En daardoor verdwijnt vooral veel middenstand waar wellicht nu weer iets terug zou kunnen komen, doordat de bevolking groeit. Een nadeel is dat het eiland ten koste gaat van buitenzwembad Hastingen. De dorpstafel wil daar een volwaardig zwembad voor terug. Het nieuwe comité 2,10 meter voert daar al actie voor. Dus we gaan en voor een binnenbad en voor een buitenbad. Bij zwembad Hastingen zelf gaan ze ervan uit dat ze volgend jaar gewoon open gaan.